Yes! Vrienden en fans, wat ontzettend leuk dat je weer naar deze video kijkt. We gaan vandaag kijken naar Cowboy Life Simulator. Ik kreeg een e-mail dat ik compleet testte. Hartstikke leuk natuurlijk. We gaan kijken wat het is. Het heeft natuurlijk wel alles te maken met de cowboys en survival zit daarin. Dus dat is ook wel leuk. Hè? Het is een beetje anders dan echt alleen maar simulator. Er zit dus ook een stukje survival in. Nou, wat staat er dan allemaal bij? Eens even kijken. In de 19e eeuw in het Wilde Westen ben je een arme boer die iets meer van het leven wil. Je wilt een avontuur. Ga op een paard zitten en word cowboy. Maar zo gemakkelijk zal het helaas niet zijn, want er wachten veel gevaren op dat pad en je bent nog geen held. Dus je moet ook dingen gaan opbouwen. Ik heb al een stukje gespeeld. Helaas kan ik niet helemaal overnieuw spelen. Want ik heb alles aan gedaan om de save game te kunnen vinden. Ik kan hem niet vinden. Hij is waarschijnlijk gesaved in de cloud of zo, waar ik niet bij kan. Ik heb geen idee hoe dat zit. Ik vind dat heel erg jammer. Ik heb echt mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat ik overnieuw kan beginnen. Maar dat kan dus niet. Dus ik ben al 5 minuten in de game of zo. Niet heel ver, gelukkig. De ontwikkelaar is trouwens OldQubit en de uitgever is Rock Game. Dus ik ga maar gewoon op continue klikken en dan gaan we door. Yes, let's go. Als je het trouwens leuk vindt, volg me dan even op TikTok. Ik zet altijd lekker vroeg mijn shorts neer, dus als je dat leuk vindt, dank je wel alvast. En ik zit ook sinds kort op Instagram en daar heet ik Gameova Games. Dus als je op Insta zit en je vindt het ook leuk om me daar te volgen, dan ben je van harte welkom. Oké, goed. Trouwens, je mag ook in de Discord komen. De link daarvoor staat in de beschrijving. Oké, genoeg geluld. We gaan lekker gamen. Wat me als eerste opvalt aan deze game, of wat me als eerste opviel aan deze game, is de graphics. Het ziet er echt super mooi uit. Althans, ik vind het echt heel erg netjes uitzien. De FPS is ook goed. Laat ik eventjes zien bovenin. Hij is niet super hoog. Nou ja, we zitten tegen de 90 of zo. Zie je dat? Het gaat prima. En ik word niet misselijk hiervan, want hij is stabiel. Het loopt gewoon lekker. Oké, we gaan gewoon beginnen. Oh, gelukkig. Ik begin wel een soort van overnieuw. Dat is fijn. We kregen hiervoor een soort van hele lange cinematic. Van dat we in dat stadje kwamen. Weet ik het allemaal. Even kijken. Benjamin Foster. Hello, stranger. Not often I see a new face nowadays. Are you sure that's your stop? Brave Stand is one stop further. Daar moeten we namelijk heen, naar Brave Stand. This is Station 2 Farms, right? Brave Stand? Laten we 2 doen. Well, you must have heard about Bravestand if you came all the way there. It's the biggest town around. This is Station 2 Farms. Years ago, both the Maxwells and Diamonds used it to ship cargo from their farms, hence the name. We tend to call it Watchtower Station now, since the bandits took over the mines and the farms fell to disrepair. My name is Benjamin Foss, I run a general store at Bravestand, but we'll get to that later, I suppose. So what brings you here? We hebben een boerderij gekocht. Of althans, we hebben een cowboy farm geërfd. Dus dat gaan we ook vertellen. My, so old McGuffin decided to sell it after all. And to some strange. Wat wel jammer is dat in de cinematic waren er best wel veel voice actors. En nu hebben we dat ineens niet. Ik vind dat wel jammer. Well, I hope you both know what you're doing. The farm is by the lake nearby. Go down the road and follow the signpost. Can't miss it. We hebben trouwens $22 en het is 11:30. Maar we gaan denk ik beginnen een keer. Getting around these parts is way easier if you have a horse. I happen to have one for sale, just $20. Dus we kunnen voor $20 een paard kopen van hem. I'll manage without it for now, thanks. We doen het gewoon zonder paard eventjes. New quest, get horse. If you change your mind, I'll be around here, keeping watch on them bandits. Ja, want we krijgen dus ook gevaren of zoiets. Oh, and one more thing before you go. I'm a merchant. If you need some cash and you have anything to sell, just come to me. I'll give you a good price. Good luck out there. Nou, dankjewel. Gaan we beginnen? Yes, we zitten weer in de game. Mooi. Oké, we zien ook bovenin links wat we precies moeten gaan doen. Settle down, get to the farm. En get a horse, buy a horse. Benjamin Foss has a horse. Zullen we gewoon kopen? Oh, wacht even. We hebben 2 euro nu. Ik doe gewoon euro, jongens, anders raak ik weer in de war. 2 euro's hebben we. Maar kijk die graphics. Ja, ik vind het. Ik ben er wel van onder de indruk. Ik had er minder van verwacht, eerlijk gezegd. We zijn onderweg naar onze cowboy farm. En dan moeten we dus ook dingen gaan bouwen. En schieten, denk ik. Want we hebben ook een soort van survival aspect in deze game. We zien trouwens ook links onderin allemaal metertjes en ditjes en datjes. Ik weet mijn god niet wat het allemaal precies is, maar ik zie een hartje. Neem aan dat dat onze health is. We zien daarnaast hier een balletje wat nu voorloopt. Dat is dat we kunnen rennen. Dus als we nu eventjes lopen, dan laden we weer op. En nu gaat hij waarschijnlijk weer, gaat hij weer naar beneden.
En dan hebben we daarnaast, naast die gele, hebben we een maantje volgens mij. Dat houdt in hoe lang de dag nog duurt. We hebben een groene, dat is het eten. En we hebben een blauwe, dat is het drinken. Dus we moeten wel degelijk zorgen dat we in leven blijven. Als het goed is, is dat onze farm. Althans, ja, ik had al een stukje gespeeld. Dat is volgens mij onze farm. Dus we gaan daar naartoe. En daar was ik ook volgens mij gebleven. Volgens mij was ik ook niet verder gekomen. Kijk, daar zijn we. You'll find the farm down the road from the station. Just follow the keep out signs. They are hard to miss. You can of course remove them if you wish. The farm, it ain't much. I did not care for it over the years. But a lake will make it easy for you to farm. And you can get timber from the small groove. If I were you, I'd start with some fields. You'll find a shovel and wheat seeds inside the house. Okay. I'm leuk. Not sure if there's a hoe, so you either craft it or buy it in Braystown. You'll need some stone too. There's the small slope where I used to mine it, but you'll have to get your own pickaxe. Damn bandits took that one away, unfortunately. And about the bandits, they should not pester you much. I gave them hell a couple of times, but I hid a gun for you in the house, just in case. Look under the bed. So good luck, lad. I hope you'll find what you're looking for and plenty more. Okay, then. Yours sincerely, Angus MacGuffin. Angus. Okay, dus we hebben wel degelijk een wapen, jongens. Okay, dan. Onder het bed, zei je, of niet? Dat is het eerste wat ik ga pakken. Ja, dus lang verhaal kort. We hebben dus allemaal dingen liggen in ons huis. Location discovered, my farm. We hebben een watering can. Dat is mooi. Hoe pak ik dat op? Met E. Oké, dan zien we dat ook onder in het scherm. We hebben 1, 2, 3, 4. We hebben dus een soort inventory. Ja, we wonen wel mooi. Ja, dat ziet er goed uit. We gaan naar binnen en dan gaan we even kijken. Hebben we hier trouwens nog wat liggen? Nee. We openen de deur. Redecoration furniture. You can pick up and move most furniture elements. You can also pick them up to inventory and sell. Oké, dan. Dus we kunnen dit oppakken. Oh, we moeten dat ingedrukt houden. Oké. Dan kunnen we dat neerzetten. Dus we kunnen het helemaal inrichten zoals we zelf willen. Dat is leuk dat dat kan. Maar wij... ik ga dat even dicht doen. Wij zoeken... Wooden shovel heb ik nu. Ik heb een pickaxe. Dat is mooi. Dat is een bel. We hebben wat booze. Hè? Wat te drinken. Wat is dit dan? Storage. Oh ja. Dus dit is onze inventory. Kun je ook allemaal dingen bewaren. Mooi. Wat is dit dan? Hey, cabbage seed. Dus dat zijn onze zaadjes. En dit kunnen we denk ik weghalen. Want we moeten daar langs. Want ik wil ook dat wapen hebben. Zo, kan die open? Ja. En wat hebben we dan hier allemaal? Hier zo is het wapen als het goed is. Ik leg dit eventjes aan de kant. Kijk, dat is hem. Dus nu hebben we een wapen. Hoe leuk. Oké, we gaan het eventjes allemaal wegdoen. En dan moeten we een klein schepje hebben. Dat is deze toch, of niet? Volgens mij wel. We moeten een field maken. Shooting, you can hip fire. Or aim fire for better accuracy. Remember that each weapon requires different ammunition. Oké, nou, dat hebben we nog niet nodig, hoop ik. Wat is dit dan? Canned tuna. We hebben nog meer zaad hier. Corn seed en hennep seeds. We hebben nog een storage box. Wat is dit allemaal? Kunnen we wat meer vinden? Furnace. Het zou al vet zijn als we echt onszelf warm moeten houden en zo. Het is natuurlijk wel een simulator. Ik denk dat ik heel even wat ga doen snel, als dat kan. Waar stond dat ook alweer? Oh nee, volgens mij... Even kijken hoor, kon ik dat veranderen? Ik zoek namelijk dat mijn muis niet zo snel heen en weer gaat. Nee, goed, ik zie het wel. Oké, daar zijn we. We gaan beginnen. We gaan een field maken. Make a field with a shovel. Kijk, we kunnen ook kiezen waar we dat doen. Zullen we het gewoon hier doen? Ja, laten we dat hier zo doen. Oké, dan. To sow a field, simply take a seed in your hand and click on a fresh field. Oké, dus we pakken dan deze. Kijk, mooi. Time to ripe, 40 uur. Dus we moeten ook wachten daarop. Oké. Watering plants. Plants need to be watered if you want best quality crops.
Some may even die if you don't water them. Dus we moeten zorgen dat we ze gaan wateren. Dat doen we hier zo mee. Ik zie alleen dat ik heel weinig water heb. Waar kunnen we dat halen? Waar hebben wij water? Sometimes people will want to meet with you or you want to meet with them. They will be waiting for you at the meeting location until shown hour. Oh ja, dus deze man die wil wat van ons. Maar ik ga eerst even water. Ik weet nog waar dat was. Dat was daar. Als we trouwens op M klikken, dan zien we ook de map. En dit is volgens mij best wel een hele grote map waar we in leven. Dat is wel echt super leuk. We hebben ook skills zo te zien. Horse riding, je hebt echt heel veel verschillende dingen. Tireless, skinning, animal caretaker, knowledge of medicinal herbs, cattleman, build. Dit is het bouwmenu, hartstikke leuk. Well, water tower, composter, manure composter, barn, mushroom tray. En dan hebben we ook allemaal subcategorieën voor de dieren. Productie, decoratie, furnitures. Nou, je hebt in ieder geval genoeg te doen. We hebben de quest, kunnen we onze opdrachten zien. En we hebben de journal. Tutorial, dat zijn we nu aan het doen. Laten we eventjes wat gaan pakken. Water. Kan ik dat... Nee, ik wil water pakken. Hoe doe ik dat? Fill watering can met E. Mooi. Dat zit weer helemaal vol. En zo te zien hebben we ook regen en onweer. Gaaf. Leuk. Dat is altijd leuk. Nou, we gaan het eventjes... Moeten we dat trouwens water geven nu het regent? Ja, volgens mij wel. Zie je dat? Hij gaat niet vol. Oké, dat is alweer niet zo heel realistisch. Maar goed. Nog 39 uur. Nou, het begint wel hard te stormen, of niet? We gaan trouwens het even wegdoen. Dan gaan we even praten met hem. Wat is er met jou? Frank Lloyd, getting all settled in, I see. Ben told me there's a new farmer in town, and I came to say hello. New cowboy. Cowboy or not, you have to live somewhere, right? This farm is a mess. I'm an architect, right? Or I used to be, when Bravesend was at its peak. Nowadays, I just help people build stuff. This new building will be a challenge. Oh, unlocked lumber mill. I'll have to protect it and maintain it. Wooden hammer. I'll try to help you get on your feet with the farm. If you don't mind, I'd start with a lumber mill. And you'll definitely need a hammer to construct it, right? Here you go. Dankjewel. No worries, I'm happy to be of your service. I do have more blueprints to sell, so the faster you start needing them, the faster I start making money, right? Well, it's time for me to go, but I'll check on you when you're done with lumber mill, right? Sommige zin is best wel weird. When you're done with lumber mill. With the lumber mill moet het zijn, volgens mij. Oké. And the hammer makes it possible to build and dismantle structures. Dus als we die hamer openen, dat is nummer 8. Dan moeten we wat gaan zien. I can't use it now. Maar als ik dus op F druk, dan hebben we bij productie de lumber mill. Allows to cut logs into boards. Resources needed. Dus we hebben dingen nodig om dat te kunnen bouwen natuurlijk. Wood logs en saw blade. Oké, waar kunnen we dat bouwen? Waar zullen we dat doen? Zullen we dat gewoon hier doen? Yes, we hebben hem neergezet. Use hammer to hit marked modules. You'll need to complete every module to complete each building phase. Construction buildings, oké. Dus we kunnen dit eigenlijk alleen maar zien wanneer we de hamer in onze handen hebben. Ja, zie je dat? Oké, dus we doen dit even weg. En construct lumber mill bovenin links. To build, go to your building menu. Dat hebben we gedaan. Then moving to building tab hebben we ook gedaan. Select production tab hebben we ook gedaan. Now place the ghost of select the building anywhere you like at your farm. Cannot be placed outside the farm. Oké, dus we moeten, neem ik aan, met deze hier zo een boom gaan omhakken. Want we hebben hout nodig. Dus ik neem aan dat we dit moeten gaan doen. Laten we het gewoon proberen. Ja, volgens mij gebeurt er wat. Nog één keer. Ja, daar gaat hij. Pas op. Zo. Smart move. Now this tree is more portable. Oké, kunnen we dit nu oppakken? Ja, dat kan. Oké. Oké, dus we kunnen dit allemaal in één keer meenemen.
In plaats van dat we elke keer één zo'n boomstam mee kunnen nemen. Dat is wel leuk. Dat is wel handig. Gaat het allemaal net ietsje sneller. Oké, dus als we nu hier zo gaan staan en ik klik weer op F. Of nee, ik pak die hamer, dan zien we weer dat... Juist. En dan moet ik er nu denk ik gewoon op rammen. Kijk, dat is het eerste stuk. Daar gaan we. Gaan we verder met het tweede stuk. En dan dit. Hey, we krijgen muziek. Wat leuk. Nou, dan gaan we dit doen. Oh, ik heb geen hout meer. Dat is niet zo fijn. Together, would you need the hex? En ja, daar waren we achter gekomen. Daar waren we achter gekomen. Dat komt helemaal goed. Ja, ik hoop niet dat ik gezeur krijg met de muziek. Maar ik laat het er gewoon in. Want het is gewoon leuk. We zitten trouwens een beetje laag met ons drinken. Zie je dat? Daar moeten we ook op letten. Ja, dan gaan we op E klikken. Nemen we allemaal mee. Dan ga ik er denk ik meteen nog eentje doen. En dan gaan we even kijken hoe we moeten gaan drinken. Dat is natuurlijk ook wel ja, belangrijk dat we dat gaan doen. Want anders dan gaan we dood of zo, denk ik. Mooi, dat nemen we mee. Yes. Heb ik trouwens wat... Ik zit even te denken. Onze inventory. Kan ik dat zo doen? Ja, dat kan. Boost. Plus honger. Plus 25 thirst. Hoe kan ik dat dan drinken? Oh, dat kan ik zo bij me hebben of zo. Of moet dat... Oh, wacht. Oké. Dus als ik nou op 9 klik... Drink boost. Oh ja, we zien inderdaad dat ons drinken... Oh god. Jongens, we zijn dronken. Oh, of is dat gewoon omdat het donker is? Het is natuurlijk ook 7:50 s'avonds. Laten we eens naar binnen gaan. En even kijken of we via hier ook nog wat kunnen drinken. Wat is dit dan? Een jug. Laten we dat meenemen. Kan dat eventjes weg? Ja. Nemen we dit ook mee. Milk churn. Metal top. Een barrel. Oké, daar kunnen we niet heel veel mee. Een crate. Ik zit toch nog eventjes rond te kijken of ik niet wat vergeten ben. Hey, dit is een lampje. Wat is dit dan hier? Kunnen we dit meenemen? Oh, kijk. We kunnen wel degelijk het licht aandoen. Oh, dat is leuk. Maar we moeten ook een keer gaan slapen, denk ik. Sleep. Morning. Ja, laten we gewoon slapen tot de ochtend. Het is weer een nieuwe dag. We zien zelfs het nummer staan onderin. Nou, het is geen knakenmuziek in ieder geval. Dat is fijn. Oké, we gaan lekker verder. Ja, we moeten dit echt... We moeten dit echt een keertje netjes gaan maken. Maar ik wil gewoon verder met die crops. Want daar zijn we ook natuurlijk mee bezig. Kijk, dat heeft ook geen water meer. Dus we moeten daar ook op letten. Hey, we hebben ook dieren. We hebben een kippetje. You can tame some animals and make them your own. Just don't try it with boars and wolves. Tame animal. A to hold. Well, look at that blueprint. I will have myself hey. A new place down my hat. Oké, dus omdat we die kip hebben gedinges, getampt, of dat die kip nu van ons is, kunnen we dus ook een chicken coop maken om hem in te proppen. Leuk. Oké, we gaan eventjes dat water vullen. Of die gieter, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dan gaan we onze crops doen. Kijk dat uitzicht, jongens. Dit is zo geweldig. Ja, prachtig. Mooi game. Hey, we hebben er nog eentje. You need to assign sleeping spot to your new animal. Ja, dat hebben we dus nog helemaal niet. Ja, dit kunnen we dus waarschijnlijk gewoon eten. Kijk, zie dat? Ze beginnen ook een beetje te groeien. Mooi, dat hebben we gedaan. Misschien worden het wel 2 afleveringen. Ik weet niet wanneer ik klaar ben. Het is wel leuk hoor, dit. Ik heb het er naar mijn zin. Had ik nou dit helemaal af? Nee. We moesten nog verder. Ik had hout, als het goed is. Ja. Krijgen we deze. En dan hebben we dit. En dan denk ik dat het op is. Nou, nog niet helemaal. Maar, oh, kijk eens aan.
Nee, we hebben meer hout nodig. Dus we moeten weer even kijken met deze. Welke boom gaat weg? Kijk dan, jongens. Zon komt op. Red pine. Maakt het uit wat we pakken? Ik denk het wel, maar... Ik probeer het gewoon. Yes, dus gaat ook naar beneden. Hoppatee. That was clever. Now I can hold this wood easier. Ja, inderdaad. Oké, hallo. Waarom kan dat niet mee? Juist. Krijgen we hier nog eentje. Deze gaat mee. En deze ook. We nemen alles mee. Dan pakken we ons hamertje weer. En dan gaan we dit hopelijk afmaken. Oh, dit is heel veel hout. Not enough. Oh, wacht even. Ja, we moeten weer... we moeten weer hout gaan sprokkelen. Is dit een nieuwe boom of... Groeien ze weer vanzelf aan? Ik weet het niet. Ja, nog een klein stukje. Hoppatee. So, does it make a sound when it falls? Or it's just me? Ja, hallo. Wat gebeurt er? Wat de hel gebeurt er nou? Woodlock. Oh, je krijgt meer hout van bepaalde bomen, denk ik. Of bepaalde bomensoorten. Hoe zit het met de FPS nu? Hij lijkt wat lager te zijn. Ja, hij is heel iets lager. Zit er nou rond 70 of zo. Oké, we pakken weer ons hamertje. Oh, we moeten een sawblade hebben. Hoe kom ik daar nou weer aan dan? Hoe kom ik aan een sawblade? We kunnen trouwens wel even kijken. Chicken coop. Woodlock, woodboard. We kunnen wel vast neerzetten. Rotate. Oh, je moet met R en dan met je muis. Oh, dat is apart. Zullen we hem dan... Laten we hem daar neerzetten. We kunnen alvast bezig met het hout. Hebben we dat alvast gedaan? Wacht even. Dit moet ook nog. Nou, kom op. Wood boards. Dus we moeten nu wel dit af gaan maken. Ja. Hoe kom ik nou aan dat... Wacht even. Oh, wacht. You can make planks from wood logs in lumberyards. Even kijken. Meeting with... Wacht eventjes. At water intake. Oké, ik ben eventjes in de war nu. Hoe krijgen we nou dat die sawblade dan? Hoe zit het trouwens met onze crops? Oh, dat gaat goed. Er is niks meer aan de hand. We moeten trouwens echt even weer wat gaan drinken. Hoe gaan we dat ondernemen? Oh, dat kunnen we ook nog doen. Hoe noemen we dat? Ons paard roepen. Water intake. Dat is daar zo volgens mij, of niet? Zullen we er gewoon heen rennen? Wacht eventjes. We hebben onze inventory. Old water bottle. Oh, wacht. Dat moeten we meenemen. Dat is ons water. Ik neem aan dat we daar wat in kunnen stoppen. Hè? Oh, wacht. Ik had al een paard. Oh, dat was ik helemaal vergeten, joh. Dat ik een paard had gekocht, dat had ik al gedaan. Hé, ik kon niet helemaal overnieuw natuurlijk. Ik had al een paard gekocht van hem. Hunger and thirst can kill. Remember to take provisions on long trips. Waarom kan ik dit nou niet... Oh, drink. Oké, we zitten helemaal vol. Dat is mooi. Maar we moeten ook drinken nu. Dus we moeten even hier naartoe. Canned tuna... Dus dan moeten we even gaan switchen tussen bepaalde dingen. Laten we dan dit even eruit halen, want dat hebben we toch bijna niet nodig. En dan doen we deze en dan klik ik op 4. Waarom kan ik dat niet eten dan? Hey, wat is er aan de hand? Ik kan dat niet eten. Fire weapon. Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil mijn tuna hebben. Waarom kan ik dat niet eten? Of moet ik dat ergens op... Wacht even, wat staat er? Rare sight, homemade canned tuna. I wonder if it ever gets popular in these parts. Moeten we dat klaarmaken of zo? Of? Back in the war, canned beans were the best meal with cornbread. Zullen we dat proberen? Kijken of dat lukt. Hey, dat kan wel. Kijk, nu is onze etenbar weer helemaal vol. Nou, waar is dat paard gebleven? Call horse. Oh. Waar is die? Oh, hier.
gaan we maar eventjes een stukje rijden. Kijk. Het is prachtig. We gaan even een mooie screenshot maken. Even kijken. Even kijken hoor. 1, 2. Hoppatee. Nou, dan gaan we maar richting dat daar. Ik denk dat we daar sowieso iets moeten doen. Ik vind het wel raar dat er staat buy a horse. Dat hebben we al. Dus dat is wel apart. We kunnen het trouwens ook harder volgens mij. Ja. Hey, volgens mij zit de water inlet. Kijk, hier zo begonnen we. Nou, wat wil jij? Wil die tegen mij praten of zo? Wat wil die? Even kijken hoor. Is there any job for a businessman? Let's see the stock. Never mind. We kunnen kijken voor een baantje. Is there any job for a businessman? It used to be. Now Brave Sand is just another frontier town with nothing to do and the bandits problem. Tell you what, there are still people coming to the saloon and they sure are hungry. They used to serve fantastic... Oh ja. but not anymore. If you can make them, I can sell them. Bring me 10 decent quality so I can see if you can do it. Then we'll talk business. To craft most of the items, you will need to unlock a crafting recipe first. You have to provide fuel if the crafting station demands it. Ja, dat is... Oh, wacht even. Als we hierop klikken... Op C, dan zien we ook allemaal dingen in de wereld. Kijk, dat is mooi. Dat kunnen we meenemen. Cantuna. Oh, dat is een soort van derde oog wat we hebben. Zie je dat? Dat is de Cowboy Census met C. Oké, dat is handig. Oké, so, to cook pierogi, you need some meat and flour. Kan ik dat trouwens... We konden wat bij hem kopen, toch? Show me your wares. Oh ja, we hebben $2. Even kijken, flour en... Wat was dat nou? Nou, dat heeft... Oh, dit is wat hij heeft. Ik zit in mijn eigen inventory te kijken. Canned beans... Hij heeft geen bloem, of wel? Hey, sawblade. Deze hebben we nodig. Oh. Oké. Ja, deze hebben we nodig om onze lumbermill af te kunnen maken. Workshop tools, coal, slates. Nou ja, ik zie geen bloem. Is dit het? Nee, daar hebben we ook helemaal geen geld voor. Why is the station called Watchtower? When the bandits took over the mines, they got really audacious. They started robbing farms and travelers. Then Sheriff Young decided to build his watchtower so we can keep an eye on them. All men from base and nearby farms take turns to keep watch. If you see anything suspicious, ring a bell. Oké, dus die watchtower, dat is er gewoon om die bandits in de gaten te houden. Shouldn't we get rid of the bandits? That would be ideal, yes. But they are heavily fortified and they... Oké, dus het is heel moeilijk om ze van ze af te komen. They run out of... Oké, never mind. Oké, we gaan door. Ja, het is... even kijken, waar zijn we nu? We zijn hier. We zien nog steeds een... een soort van quest wat we natuurlijk moeten doen. Maar ik vind het raar dat er staat buy a horse. Het spel snapt denk ik niet dat we dat al gedaan hebben. Zullen we gewoon op het paard gaan zitten en nog even een stukje doorrijden? We hebben namelijk nog iemand die op ons zit te wachten. En dat is Dewey Bunnell. Water intake, is dat daar? Ja, hier hebben we, zie je dat? Eastern Train Tunnel. Canyon's Entrance, hebben we nog meer? My Farm. Ja, we zien dus niet op de map staan water intake. Maar we kunnen natuurlijk wel even kijken. Misschien al staat het op deze bordjes waar het staat. Watchtower, Maxwell's. Zo, dat paard is helemaal aan het trippen. Wacht even, we gaan even naar achterstukje. Wat staat daar? Watchtower. Ja, daar staat nergens water intake. Of is dat gewoon bij mijn vijver of zo? Weet ik veel, ik weet het toch ook niet. We gaan gewoon eens even een beetje verkennen, hè? Het is natuurlijk wel een survival game, dus we moeten een beetje gaan verkennen wat de hel alles is. Hey, we zien hier wel huizen. Wat is dit dan? Wat is dat? Eens even kijken of we hier iemand kunnen vinden. Located discovered, Widow's Farm. Zullen we eens een praatje maken met die mevrouw? Wat is hier aan de hand?
Wat heeft zij te vertellen? Hello, welcome to Maxwell's Farm. What kind of business brings you here? I'm the new neighbor. It's very kind of you to introduce yourself. My name is Imani Rosewood. I'm the lady's servant. Unfortunately, you came for nothing. Lady Maxwell is very sick. She's not seeing anyone. Is there iets wat ik kan doen? You look like you know your ways around. And I know how to make a cure for her. I just can't leave the house anymore. This is how I do it. You'll need bone meal and some alcohol. But the most important is hemp. Waar kunnen we dat vinden? To get bone meal, grind animal bone in a cure. Hemp is a little more tricky. You need to grow it. Oh ja, dat hebben we inderdaad. We hebben die hemp zaadjes. Alcohol hebben we ook. I'm most grateful. Oké, dus we moeten gewoon die een soort van medicijn maken ook. Ik ga toch even binnen kijken hoor, mevrouw. Misschien kunnen we nog wat vinden hier. Hey, we hebben wapens, we hebben kogels, maar daar kunnen we helemaal niks mee. Dat is jammer. We gaan even omhoog, even kijken. Wat ligt hier zo? Ja, we kunnen volgens mij niks doen hier. Dit is natuurlijk ook niet ons huis. Daar kunnen we niet heen. Kan ik hier zo heen? Nee, kan ook niet. Oké. Nou, we weten in ieder geval dat hier iets is. We gaan nog eventjes hier zo kijken, bij dat schuurtje. Misschien kunnen we nog iets, weet ik veel, iets vinden. Nee, we kunnen daar niet naar binnen. Ik ben even aan het kijken nog. Ja, oké, we gaan weer verder. Oh god, waar is dat paard nou weer? Waar is dat paard? Kijk, hier hebben we die alcohol. Die kunnen we ook weer mooi gebruiken. Waar is dat paard? Oh, hier. Yes, daar gaan we weer. Oké. We zijn weer onderweg. En we gaan nog eventjes verkennen. We gaan even kijken of we die Dewey Bunnel kunnen vinden natuurlijk. Great Plains Farm. Nou, dat zoeken wij niet. Wij zoeken de water intake. Wat is dit dan? Oh, dat is een soort van, ook een farm. Ligt hier iets boeiends? Nou, volgens mij niet. Even kijken, wat is dit? Lijkt op een soort van verlaten iets of zo. Wat ligt hier? Volgens mij niks boeiends. Trouwens, nu ben ik nieuwsgierig. Even kijken wat hier zo allemaal ligt. Oh, helemaal niks. We kunnen trouwens ook nog even hier kijken. Laten we gewoon even kijken. Ik ben altijd nieuwsgierig in dit soort games. Hey, dit is de quarry. Oké. Kunnen we hier naar binnen? Ja, dat kan. Ligt hier iets? Nee, er ligt helemaal niks. Best wel veel gebouwen en zo, hoor. Dat had ik echt niet verwacht van deze game. Ik dacht dat het best wel simpel zou zijn, maar misschien is dat het ook. Maar ja, het is best wel, je kunt best wel veel dingen doen. Dus hier moeten we dan op een gegeven moment naar binnen. Hier zo. Of we kunnen hier zo minen. Nou, oké. Weet je, misschien is het toch wel... Setting up meetings. You missed the meeting. Ja, dat... Oké. But don't worry. It will either... Oké, dus het komt automatisch weer terug. Dat is fijn. Waar is dat paard? Heya, heya. Waar is mijn paard? Hoe noemen we hem trouwens? Waar is die? Waar is dat beest? You can't back... Je gaat me toch niet menen dat ik nu mijn paard niet meer heb? Jongens. Ik heb mijn paard niet meer. Hoe bedoel je? Wacht eventjes. Als ik op O klik. Hey, daar is hij weer. Nice. Oké, we gaan terug naar onze farm. We zijn nu hier zo. We moeten hierheen. Kan ik op waypoint doen? Nee, dat kan niet. We zien het trouwens ook van die zwijnen. Hey, wacht. Oh, unknown location. Get hemp. Dus kunnen we ook nog heen. Maar ik wil even kijken of we kunnen... hoe heet dat? Of we kunnen koken. We doen van alles door elkaar nu. We moeten natuurlijk wel geld hebben, want anders kunnen we die lambermeel ook niet afmaken. Gaan we de goede kant op? Ja, we gaan precies de goede kant op. Oké, rennen. Let's go. Dat is onze farm.
Eventjes hier zo, want ik zie daar een hekje. Waarschijnlijk moeten we dan ons fornuis stoken met hout, neem ik aan. En dat hout kunnen we natuurlijk best wel makkelijk vinden. Hoe zit het trouwens met onze crops? Moet dat water hebben? Nou, laten we het een beetje... Mooi. Ja, dat weten we. We kunnen op die manier water pakken. Mooi. Ja, laten we gewoon even gaan kijken. Waar was dat ook weer? Dat was hier. Juist, de kitchen. Cook. Even kijken, hoe moeten we dit precies doen? Craftable items. Flour hebben we niet, eieren hebben we niet. Dit moeten we maken. Zie dat? Pirogie. Any raw meat. Eieren en bloem, maar ja. Kom ik daar aan dan? Scrambled eggs kunnen we ook niet maken. Ja, we kunnen helemaal niks. Fuel. Wat is dit dan? Is dat het hout of zo? Take all, exit. Oh, hier, wacht even. Juist, zo moet dat. Zullen we dan... Wacht even, dan doen we deze terug. Dan doen we er 6 in. Dan hebben we in ieder geval fuel. Maar hoe kom ik hier aan dan? Ja, dan moet ik natuurlijk zelf... Oh, wacht eventjes. Moeten we dat niet van die kippen pakken? Liggen er niet gewoon eieren nu? Wat gebeurt hier nou? Oh god. Ik zit even te denken. Om die eieren te kunnen krijgen, moeten we die chicken coop hebben afgemaakt, denk ik. En wat hadden we daar ook alweer voor nodig? Wat was dat ook alweer? Ja, we moeten dus, deze afmaken eerst. Ja, dus we moeten dat bloem hebben en dat andere spul. Even kijken. Heb ik iets gemist of zo? Ligt dat gewoon in ons... Eastern Train Tunnel. Nou, hier gaan we dat toch niet vinden, bloem. Maar hij had het ook niet bij zich, dat bloem. We zien wel dit de hele tijd. Get hemp. Maar er staat ook niets over bloem of zo. Maar misschien staat er wel iemand die ook dingen verkoopt. En die wel dat bloem kan verkopen voor een mooi bedrag. Hey, wacht even. We hebben ook nog een pan hier zo liggen. Ligt het niet gewoon hier? Heb ik het nou echt niet gemist? Hey, wacht even. Wheat seed. Het zijn allemaal cabbage seed, crate. Nee, hier zo ligt... Hey, wacht even. Sikkel. Ik denk echt dat het gewoon niet ergens ligt hoor. Dat we gewoon bloem hebben al. Storage, wacht even. Nou, dat hebben we dus niet. Misschien hier in dat kastje. Dresser. Nee, kunnen we ook niet openmaken. Oh, wacht. Dat is wel leuk. Dat kunnen we aan en uit doen. Claw fabric. Kan ik niet pakken. Ja, dan ligt het dus niet hier. We hebben wel kogels, dat is mooi. Een box. We hebben in ieder geval weer een hoop dingen gepakt binnen. Hé, hey, hier ligt hij. Zo, oh, we hebben hem wel. Oh, dat is perfect. Oh, dat is fijn. Oké, dan gaat even kijken. Corn seeds gaan terug. Doen we deze hier zo in en dan gaan we dat afmaken. Oké, dus we hadden het wel gewoon hier. Goed kijken dus. Maar we hadden er 2 nodig, niet eentje volgens mij. Wat gebeurt hier nou? Saw blade. 1. Moet ik dat op deze manier... Werkt het nou dan? Oh, ik denk al. Ik dacht al. Oké, we zijn weer verder gekomen met de game, jongens. Eindelijk, het is... Het is zover. Kunnen we dat lampje aan doen? Kan dat? Cowboy senses, pick-up item. Dat kan niet aan. Meeting with Frank Lloyd, my farm. Oh, wacht, er staat iemand. Oh, het is al heel donker nu. Wat is er aan de hand? Good job, you're not wasting... Oh ja, dat is die vent natuurlijk die vroeg dat, of die zei dat we dat moesten bouwen. You're not wasting any minute, right? I'm not afraid of work. You seem surprised. Are the locals all lazy bones? Laten we 1 doen. Well, good for you, right? You have a lot of work ahead of you.
And if you want to prosper here, okay? Let me not waste your time, right? Here, have this book. It contains some more blueprints, which might become handy. Read it. I already met Miss Waxwell. Die hebben we toch al ontmoet, die vrouw? Meet with Rough Diamond. I think you two would get along. I think moet het zijn, mensen. Well, if I'll be going now, it's good to see the farm in its good hands. Oké, mooi, fijn. Bedankt. Oké, dus dat hebben we nu gedaan. We zijn weer eventjes een stukje verder gekomen. Hebben we nu hout? Ja, dat hebben we. Als het goed is. Juist, doen we hier zo in. En dan gaan we even kijken. Hoe kunnen we nou die dingen bouwen? Hoe doen we dat? We gaan trouwens even pitten. Laten we dat even doen, want ik zie echt helemaal niks. Ze dwingen je om te slapen. Oké, we gaan even naar de volgende ochtend. Het is vrijdag vandaag. We hebben niks verdiend. Vertel me iets nieuws. We gaan weer naar buiten. We moeten ook weer wat... even kijken, decorating. Inventory to decorate your farm. Some items may be... Oké, dan weten we dat ook. Nou, ik wil eerst even kijken hoe we moeten overleven hier. We hebben weer geen water. Laten we dat doen. Laten we de dag beginnen met water pakken. En ik wil de chicken coop klaar hebben vandaag. Maar we moeten eventjes wat drinken. Laten we... Juist. Oké, dat hebben we gedaan. Dan gaan we deze vullen met water. De zon komt weer op. Wat een prachtig uitzicht hier. Het is geweldig. En dan gaan we het eventjes water geven. En dan gaan we erachter komen hoe we planken moeten maken. Time to rot. 88 uur. Oh, zijn ze al klaar? Oh mijn god. Oh god, wacht even jongens. Cabbage. Huh, wat gebeurde er? Oh, we hebben het al. Oh, gelukkig. Oké, wacht. Recultivatable fields. Als het goed is hebben we nu... Juist, we hebben cabbage. Hebben we dat nodig in een recept? Vast wel. Hebben we dat zelf op dit moment nodig? Ja, we hebben wat te eten nodig ook. Dan doe ik even kijken... Doe ik jou weg. En dan pak ik jou. En dan weet ik trouwens niet of we dat dan al meteen kunnen gaan eten. Recultivating a field... Oh, wacht eventjes. We moeten dus dit opnieuw doen. Wacht eventjes. Waarom kan dat niet? Nee. Oh, zo moet het. Oké. Dus we gaan weer opnieuw. Ja. En dan doen we even kijken. Cabbage sheet. Corn. Hemp. Laten we hemp doen. Dat is ook wel handig om te doen, denk ik. Laten we dan deze hier zo doen. Doen we op 9. Juist. Mooi. Kunnen we weer water gaan pakken. Want er zit weer niet genoeg water op. Ja, je bent wel bezig in deze simulator. Het is wel leuk. Maar het is nog een beetje onduidelijk hoe en wat natuurlijk. Ja, water. Ik ben natuurlijk ook survival games helemaal niet gewend eigenlijk. Ik speel dat nooit. Ja, water geven. Oh, er gaat wel heel veel water op, of niet? Growing hennep. Nice. Oké, mooi, dat hebben we gedaan. Dan gaan we weer naar 7. Eat cabbage. Oké, we krijgen er wel wat energie van, dat is mooi. Dan ga ik weer terug, dan doe ik dit weg. En daarvoor in de plaats doe ik een Book of Blueprints... Unlocks multiple buildings, workshops en anvil blueprints. Cannot be sold. Moeten we daarop klikken of zo? Wat moeten we daarmee? Call horse. Read book of blueprints. Kijk! Nice! Oh, we hebben echt heel veel. Oh, dat is mooi. Unlocked. We hebben echt heel veel vrijgespeeld. Maar ik wil nu echt dit gaan doen hoor, nu. Want ik word helemaal gekje van. Hoe doe ik dit? Lumbermill. Cut. Lammermeel. Oké, input slots. Hoor wat? Er gebeurt iets.
Dus ik neem aan dat we gewoon even moeten gaan wachten tot het allemaal klaar is. En dan komt dat hierin te staan en dan kunnen we dat weer verslepen hier naartoe. En dan kunnen we hopelijk die chicken coop gaan afmaken. Juist, mooi. Gaat dit gewoon door? Ja, dat gaat gewoon door. Oké, we hebben een geest die is aan het zagen. Dat kan natuurlijk ook. We pakken even ons hamertje. En dan gaan we even kijken. Ja. Dan hebben we deze nog. Oh, we hebben nog veel meer nodig. We hebben nog veel meer nodig. We hebben er weer 3. Ja, dat gaat wel eventjes duren. Ik weet nog steeds niet hoe ik aan dat bloemkom. Laat het eventjes weten, Heroldin. Als je het weet, of als je een idee hebt, laat het eventjes weten. Want het is nogal wat, deze game. Je kunt heel veel dingen doen. Nou, kom op. Maak het even af. Oh, kijk. Use for construction and crafting. Fuel. Dus het is ook voor ons fornuis. We kunnen dit ook smelten. Smeltable to car. Oh, we kunnen er ook kool van maken natuurlijk. Oké. We hebben 9 van die plankjes gemaakt. Nou, daar moet het wel mee lukken, toch, nu? Wacht even. Ja? Komt-ie, het laatste. Oh ja. Oh, ik had volgens mij net genoeg. Nice. Volgens mij is die af. Kan ik nu die kippen een plek geven? Want dat stond er toch? You need... Oh god. Echo content. Kijk, hier krijgen we dus die eieren. Oké, dus het is wel degelijk dat je dat eerst moet bouwen. Maar er stond bij dat we dus een plek moesten geven of zoiets. Wat is er aan de hand? Hoe deed ik dat nou? Stond er toch echt bij? Ik weet ook niet hoe lang het duurt. We hadden dat wel nodig, toch? Voor dat gerecht. Het is hier zo. Even kijken. Ja, 1 eye flower. Any raw meat. Dus we moeten misschien dat zwijntje wat we hebben gezien op die kaart. Even kijken hier. Misschien moeten we daar naartoe reizen en gewoon een zwijn neerknallen. We zien hier trouwens weer wat. Angno meat rough. Ik vind het wel fijn dat ze je niet zo pushen met dat je mensen moet leren kennen. Dat dat gewoon weer automatisch weer tevoorschijn komt. Zodat je gewoon kan spelen zoals je zelf wil. Dus we gaan gewoon hier naartoe. En we gaan dat zwijn neerknallen. Denk ik. Ja, laten we dat doen. We klikken op O. Dan gaan we dat paard erbij halen. Waar is die? Nice. Oké, daar gaan we. Eventjes opletten dat ik op de goede weg ben. Nou, dat ben ik dus totaal niet. We gaan omdraaien. En dan gaan wij richting... Juist, dit is precies waar we heen moeten. Lopen! Daar gaan we. Oh, hier is het al. Er loopt er al een. Ik zie er al een. Waar is mijn geweer? 5. Fire weapon. Oh god, gaan ze ons aanvallen? Ik heb zo'n idee dat ze ons gaan aanvallen, jongens. Oh, ze hebben hem in de gaten. Headshot! Oh god! Sterf! Oh god. Oh, de FPS is om te janken op dit moment. Sterf! Oh god! Nee! Ga snel op het paard! Gaat hij ons aanvallen? Nee, dat niet. Oké, we gaan... We gaan onze prijs incasseren. Oké, hij is er nog steeds. Hij is nog steeds in de buurt. Waar is dat kreng? Oh god, ik hoor hem. Oh god, daar komt hij. Kunnen we hem skinnen? Oh, wacht even. Wacht. Oh, kijk. We kunnen het meenemen. Raw meat. En we hebben bones. Het is wel zielig. Maar ja, zo is het leven. Kom op, we moeten door. We moeten terug naar de farm. Even kijken, de FPS is echt heel slecht hier. Kijk dan, we zitten in de 40. Jongens, ik heb een RTX 4080, hè. Dit is echt heel slecht. Kom op, man. Ik heb hem natuurlijk wel op Epic staan, maar alsnog vind ik dit niet echt... Nee, dat is niet heel goed. Maar goed, hij is ook nog niet uit, dus het kan nog veranderen. Oké, we gaan eraf. En
Even kijken of we eieren hebben. Dan hebben we volgens mij... Nee, dat kan niet. Wacht even. Hebben we jou trouwens al... in ons arsenaal? You need to assign sleeping spot to your new animal. Hoe bedoel je? Moet ik daar weer op klikken of zo? Op dat hok? Even kijken hoor. Nou, ik kan hier niks voor de rest. Assign a sleeping spot. Oké, laten we even praten met hem. Wat wil hij weer? Howdy, partner. Show me your wares. Hey, misschien heeft hij flower. Dat zou fijn zijn. Nee, natuurlijk niet. Dat heeft hij weer niet. Ja, dat wordt natuurlijk niet makkelijk. Zo, we hebben dus dat bot gepakt van dat zwijn. Raw meat. En we hadden, wat was dit? Animal skin. Resource pick ultimate sacrifice fashion gain. Ja, oké. Never mind. Ja, we zijn een... We zijn wel verder gekomen, dat is mooi. Maar we zijn er nog lang niet. We zijn het overleven, maar daar is alles mee gezegd. We hebben wel onze lammermeel, dat is mooi. We hebben onze chicken coop. Alleen we moeten er even achter komen hoe we nou aan dat bloem komen. Zodat we dat gerecht kunnen maken. Hè? We moeten pyrogief maken voor Ben. Maar ja, ik hoop dat het goed komt. Yes, beste mensen. Dit was de... Ik kan weer niet praten vandaag. Dit was de eerste aflevering van Cowboy Life Simulator. We kunnen dus nog eventjes verder. Vond je dit leuk? Vergeet dat dan niet eventjes te melden in de reacties. Ik vind het altijd leuk als jullie dat doen. Ja, vergeet niet eventjes een duimpje te geven. Laat alle tips even achter in de reacties hier beneden. En als je helemaal nieuw bent, vergeet dan niet eventjes te abonneren. Alvast hartstikke bedankt. Bedankt voor het kijken naar de video. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon weer te zien in een nieuwe. Tot dan, doei!